Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen waardoor bevroren remkabels worden veroorzaakt en ook hoe je dat eventueel zou kunnen oplossen. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Ja, elke winter weer hebben we ermee te maken dat kabels, of het nou remkabels zijn of versnellingskabels, vast gaan zitten. Daar heb je met name bij remkabels last van dat je remt en dat je aan je rem blijft hangen. En bij versnellingskabels hebben we er ook last van dat de versnelling gewoon niet goed meer werkt. Ja, en dat is natuurlijk vervelend. Waardoor wordt dat nou veroorzaakt? Nou, dat is in feite gewoon vorst. Dat is de oorzaak. In combinatie met vocht. Hoe komt vocht in kabels? Denk dan bijvoorbeeld aan regen, sneeuw die smelt, zeg maar, en water wordt. Maar zelfs al zou je goed afgesloten kabels hebben, dan nog heb je ermee te maken. Want vocht hangt ook gewoon in de lucht. En door temperatuurverschillen condenseert het vocht in de lucht. En dan bij vorst vriest dat vocht vast. Dus als dat op de kabels, op de metalen van de kabels, in de kabel zelf gaat condenseren en daar bevriest, dan heb je alsnog te maken met vastgevroren kabels. Nou, de oplossingen lijken in eerste instantie misschien heel simpel en voor de hand te liggen. Zorg dat je fiets niet nat wordt. Zet hem 's nachts in een verwarmde omgeving, zodat het vocht ook gewoon kan verdampen. En daardoor er überhaupt minder vocht is, want dan heb je ook minder last van de bevroren kabels. Maar goed, misschien dat dat situaties zijn dat je zegt, ja, ik kan toch niet mijn fiets in de woonkamer zetten of ik heb geen verwarmde schuur. Dat snap ik. Dus wat zou je dan kunnen doen? Wat wij dan vaak doen, dat is de kabel losmaken helemaal. Eventueel, als die al wat ouder is, de kabels ook vervangen. Maar als het gewoon goede kabels zijn die eigenlijk altijd prima functioneren, dan haal je de binnenkabel uit de buitenkabel. Vervolgens gaan we die binnenkabel invetten. En dat zou je dan heel goed kunnen doen met Cyclon heeft dat onder andere Coors Grease. Dat is een vet wat ook bij koude omstandigheden niet echt dik wordt, waardoor het zeg maar goed soepel blijft en een goede smering blijft geven tot temperatuur in dit geval tot min 25. Dus dat hebben we in Nederland niet zo heel vaak. Dus daarmee smeer je die kabel. Zorg je ook dat vocht minder kans krijgt, want die ruimtes zeg maar, in die kabel die zijn opgevuld met vet en daardoor komt er minder vocht bij. Je plaatst het geheel weer helemaal terug, sluit het weer aan en ongeveer in, nou, laten we zeggen, 80-90% van de gevallen zien wij dan dat het probleem in ieder geval voor die winter is opgelost. Als het dan de winter daarop toch weer gebeurt, ja, dan zit er niks anders op dan de hele handeling te herhalen.